Een beetje gay? Dat is oké. En een beetje gay? Nou, daar is niks mis mee. Een beetje gay is snel tevreden. En hij heeft liever verse worst dan een saté. Een beetje gay, dat is oké. Heel wat carnavalsverenigingen in het Kielergatje zijn momenteel bezig met het bouwen van de carnavalswagens. En dat zijn vaak carnavalsverenigingen die al jaren bestaan. Maar er is een nieuwe carnavalsvereniging in het Kielergat. En niet zomaar een carnavalsvereniging. Carnavalsvereniging de Jeanetticus. Dat klopt, dat. Ja, ja. En dit is Edwin van de Venies. Dus ja, ik kan wel een beetje met elkaar rijmen hoe dat jullie aan die naam gekomen zijn. Ja, net als bij de Zuiderburen zijn we Jeanetticus. Ja. En volgens mij heb je al heel wat carnaval gevierd, zo bij je stem te horen. Dat dan weer wel, ja. Veel te gezellig altijd. Ja, ja, ja. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een eigen carnavalsvereniging op te gaan richten? Ja, omdat Venies 50 jaar bestaat. Mm-hmm. En dit carnaval op 50ste Veniese carnaval is. Ja, Erna die heeft altijd in de Venies gezeten. Hè? Dat is algemeen bekend volgens mij in Breda. En ja, 50 jaar geleden, dit jaar, is het dus dat voor de eerste keer carnaval gevierd werd in de Venies. Ja. Dat klopt. En ik weet dat ook heel wat hetero's altijd met carnaval toch eventjes in de Venies binnenkomen kijken. Ja, dat willen ze altijd graag. Ja. En we hebben de wagen al eventjes even gezien. Hij valt wel op tussen alle andere wagens, moet ik zeggen. Ja, we zijn een beetje anders, hè? Je bent ook een beetje anders. En dat moet opvallen. Ja, maar dat doe je wel op deze wijze. Met hoeveel man ben je hiermee bezig? We hebben 15 man in de vereniging. 15, kijk eens aan. Nou, ik ga eventjes wat vragen aan de mensen die nu aan het werk zijn. Ja, superleuk. Nou, Tijmen en Johan, dat zijn de twee mensen die onder andere meebouwen aan deze carnavalswagen. Wanneer zijn jullie daarmee begonnen, Johan? Wij zijn ongeveer eind september zijn we begonnen. En volgens mij, Tijmen, is dat ver klaar nu? Ja, ja, we zijn het maken we week met een aantal mensen gaan we hard er tegenaan. En trekkeromhulsel moet nog nu. Wat moet er nog? Ja, voor de trekker. Nog even mooi, dat hij er ook mooi uitziet. Ja. En verder zo goed als af. Een paar kleine dingetjes nog. Ja. En volgens mij komen er ook nog travestieten hier te staan in het balkonnetje waar we nu zitten. Ja, dat klopt. En waar wij zojuist zaten, waar ik zojuist met Edwin zat, daar komt Edwin te zitten samen met... JJ Chardonnay, ja. En Tijmen, jij komt volgens mij helemaal bovenin te zitten. Ja, samen met de prins van de Jeanetticus Roel zitten wij achter de twee maskers verstopt, zeg maar, in de toren. Dus je kan ons van ver weg zien en de zijkant. En mag dat een eigen prins van de Jeanetticus? Wordt dan de prins van de Kielergat niet kwaad? Nee, denk het niet hoor. Het is een hele leuke prins. Ja. Gaat goed komen. Helemaal. Een beetje gay, dat is oké.